Hartelijk welkom op deze persconferentie bij Ajax. Het doel van deze bijeenkomst is duidelijk. We presenteren hier vandaag de nieuwe technische staf. Marco van Basten, Rob Witsch en John van het Schip, die voor 4 jaar hebben getekend. We beginnen zometeen met een aftrap van Martin. Daarna zal Marco wat zeggen. En is er voor jullie uiteraard de gelegenheid voor het stellen van vragen. Goedemorgen, dames en heren. Hartelijk welkom hier bij Ajax in de Amsterdam Arena. En ik ben blij en verheugd dat ik namens de gehele clubleiding de nieuwe technische staf voor het komende seizoen aan u mag voorstellen. Het is al langer bekend uiteraard, maar we hebben toch gemeend om een moment daarvoor te nemen. Marco van Basten, nieuwe hoofdtrainer vanaf het komende seizoen met assistenten Johnny van het Schip en Rob Wietje. En het is de bedoeling dat keeperstrainer Carlo Lamy en herstelconditietrainer René Wormhout zullen gecontinueerd blijven bij Ajax. Ik wil u iets vertellen over het proces. Dat is zeer zorgvuldig gegaan in de afgelopen maanden. Dat is ook nodig natuurlijk bij zulke belangrijke posities in een club. November, december hebben we met de clubleiding diverse gesprekken gevoerd, discussies gevoerd. Hebben we het profiel fijn geslepen, aangescherpt. En uiteindelijk in januari zijn wij met een zeer beperkt aantal kandidaten in gesprek gegaan. Al heel snel bleek dat Marco van Basten voor Ajax de best denkbare coach voor de komende seizoenen was. En ik ben heel blij, en met mij een heel aantal mensen binnen Ajax, omdat wij die gesprekken hebben gevoerd in diverse samenstellingen. Eén op eens, maar ook met Robbie, Wietje, Johnny van het Schip daarbij. De gehele clubleiding daarbij, bestuur, raad van commissarissen en directie. Dat gevoel dat Marco de ideale man was voor de komende jaren voor Ajax, dat werd alleen maar versterkt in die gesprekken. Die waren zeer professioneel. Die waren tot in detail, die waren heel duidelijk. Het bleek al heel snel dat Marco precies weet wat hij wil en waar hij naartoe wil. Marco heeft vanaf het begin de nadrukkelijke wens geuit om Johnny van het Schip en Rob Wietje als assistenten mee te kunnen nemen naar Ajax. We hebben dat met elkaar besproken intern en wij vonden dat voor Ajax ook de allerbeste zaak. Dus daar zijn wij in meegegaan. Waarom? Deze staf is aan elkaar gewend, werkt al vele jaren samen, zijn complementair aan elkaar. En het is een goede zaak dat je op die manier al kunt beginnen en dat je dus niet aan elkaar nog zou hoeven te wennen. En daar wil ik eigenlijk mee eindigen met deze aftrap. Dat we het vertrouwen hebben dat we inderdaad met deze technische staf en met de selectie die er is en die natuurlijk nog fijn geslepen zal worden, weer kunnen gaan meedoen om het kampioenschap van Nederland. Ja, dankjewel. Marco. Hey, dankjewel voor de mooie woorden, Martin. Is het duidelijk zo? Ja. Goed, uiteraard zijn wij ook blij om bij Ajax te beginnen. We zijn blij dat we het contract hebben getekend. Het is een hele mooie uitdaging. Het is een schitterende club, Ajax. We weten er alles van. Het is een club met een rijke geschiedenis, met een grote supporterslegioen en met een groot stadion. Dus het heeft alles om daar graag bij te werken. Mijn nadrukkelijke wens heb ik ook bij Ajax neergelegd. Dat wij, tenminste dat ik, graag op dezelfde voet door wil gaan als in de afgelopen 4 jaar. Met John van Schip en met Rob Wietsche. Dat was geen probleem. Dat is voor ons een goed gevoel, een veilig gevoel. En ik denk dat wij op een goede manier Ajax kunnen dienen in deze. Martin heeft het al gezegd, 4 jaar. Dat is hetzelfde ook als wat we bij de KNVB hebben. Dat voelt goed, dat geeft tijd. Maar uiteindelijk is het wel zo dat we uiteindelijk wel direct ook willen presteren. Dat is duidelijk. Maar we hebben een evaluatiemoment na 2 jaar. En dat is min of meer vergelijkbaar wat wij ook bij de KNVB toen de tijd hebben afgesproken. Dus dat is niets nieuws. Ook wat betreft de situatie nu. Adrie Koster
die moet in alle rust kunnen werken op het ogenblik met het eerste elftal. Het is een hele belangrijke periode in het seizoen. Er staat in de komende weekend een zeer belangrijke wedstrijd op het programma PSV-Ajax. Nou, zij moeten dus nu in alle rust kunnen werken. Dat is denk ik belangrijk. En die mogelijkheid moeten we ook aan hun geven. Want als zij in staat zijn om komend weekend een goed resultaat te behalen, dan is dat voor Ajax denk ik heel erg interessant. Want als je uiteindelijk kampioen zou kunnen worden, dan geeft het heel veel voordelen voor wat betreft het spelen van misschien Champions League. Voor wat betreft geen play-offs. Voor wat betreft geen kwalificatie in augustus. En eventueel ook bij aan- en verkopen dat je kan meenemen in het gesprek. Dat je volgend jaar eventueel Champions League gaat spelen. Dat vinden spelers interessant. Nou, ik probeer natuurlijk wel mijn verleden te gebruiken om misschien bij dat soort clubs als Milaan of Barcelona, om daar misschien een speler uiteindelijk van los te weken. Dat zou kunnen, maar dat moeten we ook allemaal even afwachten hoe dat kan. Het moet natuurlijk voor beide kanten interessant zijn. Meneer, de laatste, allerlaatste vraag, dan gaan we stoppen. Meneer Basten, misschien mogen wij dan samen het slotakkoord geven. En dan grijp ik nog even terug naar het clubgevoel. Kunt u voor mij het volgende afmaken? Ik zal beginnen aan de puntje van maar. Als je het dan ook zingen doet ook. Hup Ajaxus, rood-witte scharen. Dappere strijders. Vier en gaat niet afmaken. Hartelijk bedankt voor jullie aanwezigheid. Tot de volgende keer. Marco van Basten, je bent net gepresenteerd. Hoe voelt het om hier weer te zijn? Nou, dat voelt goed. Het voelt prettig. En helemaal als ik zo hier naar rechts kijk en ik zie het mooie gras liggen, dan is het... Ja, prettig om dat zo eens eventjes te ervaren weer. Dus er zit nu al verbetering in? Het lijkt erop, ja. Nou, ik hoop het. Grasmat is natuurlijk wel belangrijk. En als het er zo bij ligt gedurende het hele seizoen, dan moeten we heel snel een handtekening eronder zetten. Als dat zou kunnen, want dat is gewoon goed voor Ajax en goed voor het voetbal. Vanaf het moment dat jouw naam in verband werd gebracht met Ajax, ontstond er toen al een warm gevoel? Nou, natuurlijk. Kijk, wij hebben natuurlijk vroeger bij Ajax gevoetbald. Je woont hier in de buurt. Je bent toch het meest betrokken bij Ajax geweest in vergelijking met al die andere clubs in Nederland. Dus natuurlijk gaat het dan leven en maakt het je enthousiast. Dat lijkt me duidelijk. Het zijn spannende weken voor Ajax, hè, op dit moment. Nou, het is een hele belangrijke week. Je hebt natuurlijk nu de topper PSV-Ajax. Als Ajax die weet te winnen, wat natuurlijk de bedoeling is voor de mensen die in Ajax een warm hart toedragen. Als je dan kom je op 3 punten, dan is het kampioenschap open. En kijk, het is voor Ajax natuurlijk super belangrijk om zeg maar kampioen te worden dit jaar. Want dat heeft zoveel voordelen. Het voordeel dat je zeg maar in mei geen play-off hoeft te spelen. Het voordeel dat je in augustus geen kwalificatie Champions League hoeft te spelen. Het voordeel dat je als club kan schermen met eventuele aankopen. Zeg van nou, volgend jaar speel je in ieder geval Champions League. En het feit dat je niet in een probleem komt met de Olympische Spelen in augustus. Dus het is eigenlijk superbelangrijk om met name dan voor Ajax in deze weken de rust te behouden en te bewaren. Dus daar moet alles en iedereen denk ik wel zich van bewust zijn. Het zou een soort van, als het goed afloopt, zou het een soort van vliegende start kunnen zijn. Ja, dat zou wel prettig zijn. Ja.